Het thema van de dag is gevatte antwoorden. En Ton Tellegen heeft daar iets over te vertellen. Aan de rand van het bos, onder de rozenstruik, had de hommel een winkeltje. Het was maar een klein zaakje en een etalage en een toonbank waren er niet. Maar er was wel wat te koop. Het waren dingen waar bijna nooit iemand de behoefte aan had. Een dennenaald, een pluisje, een druppel water, een grassprietje, stukken beukenschors, een verwelkt wilgenroosje en een paar stofjes. Soms, zei de hommel, als iemand hem vroeg of hij wel eens iets verkocht. Op een dag gaf de luipaard een feest, waarvoor hij alleen de keurigste dieren had uitgenodigd. Dus niet de kakkerlak en de aardworm en de horzel, en ook niet het nijlpaard, de eekhoorn en de mier. Maar wel de wesp, de zwaan, de brilslang, de flamingo, de forel en de sprinkhaan. Reeds vroeg in de middag van die dag stond de sprinkhaan voor zijn spiegel om te zien of hij er keurig genoeg uitzag. Hij schoof de panden van zijn jas iets dichter naar elkaar toe, trok zijn schouders wat naar achteren, poetste zijn voetsprieten voor de zoveelste keer en liet een voorname glimlach rond zijn lippen spelen. En toch, dacht hij, terwijl hij zich voorstelde hoe hij het huis van de luipaard zou betreden, toch ontbreekt er nog iets aan mij, iets deftigs, iets... Plotseling wist hij wat. Keek om zich heen, trok laden open, sprong op kasten, gluurde in vazen en ging met zijn vingers langs riggels. Maar hij vond niet wat hij zocht. Hij haastte zich naar buiten en vroeg het aan de zwaluw die op het laatste ogenblik nog uitgenodigd was en zijn jas stond te strijken. Maar de zwaluw kon hem niet helpen. De sprinkhaan holde naar de winkel van de hommel. Hij ging stofje naar binnen. Ik moet een stofje hebben, zei hij. Zijn voelsprieten trilden gejaagd. Een stofje, zei de hommel nadenkend. Ik geloof wel dat ik er daar nog een van heb. Hij ging de springhaan voor naar een hoek van de winkel, waar een klein grijs stofje lag achter een bordje. Niet hoesten. De springhaan bekeek het stofje aandachtig en zei toen: hoewel ik aan een iets lichter stofje de voorkeur zou geven, neem ik het toch. Hoeveel ben ik u schuldig? Eens kijken, zei de hommel. Dat is dan een fortuin. De sprinkhaan wist tot zijn spijt niet hoeveel een fortuin was. Bovendien had hij niets bij zich. Maar, dacht hij, ik ontmoet vanavond zoveel voorname dieren dat er vast wel iemand met een paar fortuinen bij is, die er een aan mij zal geven. Morgenochtend krijgt u een fortuin, zei hij. Dat is goed, zei de hommel, en hij vloog van plezier naar het plafond en terug. De sprinkhaan nam het stofje mee en verliet de winkel. Die avond betrad hij de zaal waar de luipaard zijn feest gaf. Even bleef hij in de deuropening staan en liet hij zijn blik over de aanwezigen glijden. De flamingo zag hij, die beschaafd uit een venster staarde, en de gazelle, die zijn voorhoofd koelt toewuifde met een espenblad. En ook de zwaan zag hij, die zijn uiterste best deed om in gedachten te verzinken. De luipaard verontschuldigde zich tegenover het edelhert en kwam op de sprinkhaan af. Sprinkhaan, zei hij. Welkom, welkom. Hij stak een van zijn klauwen gasvrij uit. Sprinkhaan knikte nauwelijks merkbaar. Hij hield zijn hoofd daarbij iets opzij. Toen sloeg hij met een luchtig gebaar het stofje van zijn schouder, terwijl hij mild en innemend glimlach.